twee minuten krijg je die 2-0 tegen. En dat is gewoon een mokerslag, denk ik, voor ons. Nicky Eekhout, VSB Sparta Nijkerk. We verliezen met 3-0. Beschrijf je gevoel eens, wat gaat er mis? Ik denk dat we in de eerste helft best prima beginnen. Een paar kansen krijgen op de 1-0. Voor mijn gevoel ook niks aan de hand. En dan maken zij één goede actie en staat gelijk 1-0. Dat is wel even een klap die je dan moet verwerken. Maar op zich, daarna was er ook niet zoveel aan de hand. En in de tweede helft, na twee minuten, krijg je die 2-0 tegen. En dat is gewoon een mokerslag, denk ik, voor ons. 2-0, natuurlijk een fantastisch doelpunt. Trainer wisselt door. Speelt natuurlijk tegen een fantastische ploeg. Spelen we tegen Sparta Nijkerk tegen de kampioensploeg? Nou, ik vond het wel een goede ploeg, maar we waren niet per se kansloos, ondanks de 3-0 of de 0-3. Maar ja, het was gewoon een goede ploeg, ervaring en er zitten goede spelers bij. Dus ik denk dat ze wel een goede kans maken. We konden ook niet echt een verschil maken aan de voorkant. De ballen kwamen niet echt voor. Germano had nog één keer een fantastische mooie voorzet. Ja, dan zie je toch dat net die scherpte net ontbreekt om het doelpunt te maken. We gaan op naar dinsdag. Wat verwacht je van die pot? Excelsior 31, die hebben we uit in het laatste minuutje gewonnen. Dus ik hoop nu dat we er weer van kunnen winnen. Maar ja, we kunnen van iedereen winnen. Nou, ook verliezen, maar we kunnen ook van iedereen winnen. Dus ik hoop dat we gewoon met iets meer inzet, dat we toch aan de 3 punten kunnen komen dinsdag. Fantastisch. Op naar dinsdag. Zien we elkaar weer.